Goedenavond, dames en heren. Nou, dat is flink belangstelling voor het onderwerp cryptografie. Dat is leuk. Ik ga vandaag iets vertellen over de theorie in de praktijk. Daarbij wil ik een aantal basisconcepten, basisblokken binnen cryptografie aan u presenteren. En tegelijkertijd een vatbaar voorbeeld, aan de hand nemen. Nou, wat ga ik niet vertellen? U zag het net al even. Ik ga u niet precies vertellen hoe AES in elkaar zit. Dan kun je beginnen met dit soort slides en dan gebeuren dingen allemaal behoorlijk diepgaand. Daar gaan we dus niet zo diep in duiken. En ik ga ook niet vertellen over dingen als de Spartaanse skitalen, de Caesar cijfers, de Playfair cijfer, Visionaire cijfer, Gauss, Cepher, RC5. Allemaal algoritmes die we dagelijks gebruik nooit tegenkomen, die sterk verouderd zijn. Caesar cijfer weet ongeveer welke tijd dat is. Hieronder wat algoritmes die bestaan, maar die eigenlijk niet in producten terugziet. Als u daar alles van wilt weten, doe een CIS-opleiding. Daar staat precies in het CIS-boek, wordt dit uit de treurig toegelicht. Goed, iets over mijzelf. Daar ga ik mee beginnen. En daarna een aantal basisblokken. De meeste encryptie, hashfunctie, Master Authentication Code om authenticiteit en integriteit van berichten te controleren, sleuteluitwisseling en digitale handtekeningen. En dat ga ik doen aan de hand van het voorbeeld Transport Layer Security. Eerst even iets over mezelf. Ik ben de Daans, wiskundige. Zo noem ik mezelf omdat ik afgestudeerd ben in de wiskunde aan de Universiteit Groningen. Ik heb daar een specialisatie in cryptografie gedaan. Ik heb daarna ervaring bij de OV-chipkaart opgedaan. Nou, dat is nu wel bekend en u weet ook hoe de crypto was. En ik hoop dat de crypto naar een ander niveau is gebracht in de tijd dat ik er ben. Of nou ja, dat weet ik zeker. Later nog bij een Security Evaluation Lab bankkaarten en paspoorten op de correcte crypto-implementatie te controleren. En tegenwoordig actief als zelfstandige voor mijn eigen bedrijf Mesecure als security architect. Ook nog noemenswaardig is dat ik bij de Secure Software Foundation bestuurslid ben. Waar we werken aan een certificaat die we willen afgeven aan software die in voldoende mate van aandacht heeft gehad om dat veilig te bouwen. Nou, een stukje achtergrond was dat van mij. Het voorbeeld, Transport Layer Security. De nieuwe naam van SSL, misschien wel meer bekend. Een veilige tunnel of envelope die over een standaard communicatiestroom digitaal wordt geplaatst. En hoe ziet eigenlijk de flow van zo'n sessie eruit? Bijvoorbeeld als je met een client PC naar een server communiceert. De client PC roept: hallo, ben jij daar? Bijvoorbeeld pvb.nl. Ja, roept de webserver. Daar ben ik. Ik ben pvb.nl en ik bewijs het ook. Oké. Dat is goed. Dan gaan we verder. Veilig communiceren. Maar dat kunnen we pas op het moment dat we samen de sleutel hebben afgesproken. Dus dan krijg je een fase waarbij je uitspreekt. We gaan deze cryptografie gebruiken. En gaan daarbij deze sleutel gebruiken. En daarna, ja, dus het groene gedeelte, wordt gecommuniceerd. En binnen die communicatie is vertrouwelijkheid, integriteit, authenticiteit gebouwd. Hier zou het anders weergegeven. We gaan zo meteen top-down, bottom-up, gaan we het uitwerken. We willen een communicatie waarbij vertrouwelijkheid en authenticiteit is gewaarborgd. Daarvoor moeten sleutels uitgewisseld worden, dus dan heb ik een sleuteluitwisseling. En om vast te stellen of de partij waarmee je spreekt of de juiste is, moet ook het certificaat en het eigenaarschap van het certificaat door middel van authenticatie worden aangetoond. Transport Layer Security biedt daar wat opties voor. Namelijk, ik heb zo uitgeteld 317 mogelijkheden om verschillende crypto-componenten te combineren. Ik heb vandaag nog even aangekeken, ongeveer de helft daarvan moet u niet gebruiken. Dus kijk, het makkelijkste is, selecteer gewoon alles en er zit altijd wel een goede tussen. Nou, zo zal het ook gaan werken. Uw website zal uitstekend werken, want er zit altijd wel één tussen die werkt. Waarschijnlijk, en zeker als je het in een lijst neemt waarin die op internet beschikbaar is, betekent dat geen vertrouwelijkheid, geen integriteit, geen authenticiteit. Maar hoe kiezen we dan de juiste? En daarna, hoe kiezen we in een certificaat de juiste cryptografische componenten? Nou, als uitgangspunt neem ik daarbij niet enkel mijn eigen achtergrond,
en ga ik vertellen wat ik ervan weet. Maar baseer ik mij op een document van de NCSC, de ICT-richtlijnen voor campus-based security. Uitgegeven in het najaar. En daarin kunt u als goed is ook alles nalezen wat ik u nu vertel. In ieder geval de keuzes die gemaakt worden. Dan zijn er nog documenten van ENISA en van Collis. ENISA, een Europees netwerk, wetenschappelijk, die heel diep wiskundig op de crypto in is gegaan en heeft gekeken van wat zijn dan veilig en onveilig protocollen. Daar is dat eerste gronddocument op gebaseerd. Collis is een heel handig document als u een webserver gaat inrichten, die ook stapsgewijs nog eens een keer door de keuzes leidt. Goed, allereerst willen we vertrouwelijkheid op de lijn krijgen. Hoe doen we dat? Doen we door middel van symmetrische encryptie. Bij symmetrische encryptie hebben beide zijden, de verzender en de ontvanger, hebben allebei dezelfde sleutel. De verzender stopt het in een symmetrisch algoritme, gebruikt daar zijn sleutel bij en het wordt een onleesbare tekst. In ieder geval voor de partij die de sleutel niet weet. Als de ontvanger dezelfde sleutel heeft, kan die sleutel nogmaals toepassen op die encryptiemethode. Kleine nuance in de ontsleutelmodus en dan komt het oorspronkelijke bericht eruit. Zo bereiken we vertrouwelijkheid binnen transportlayer security. Dit zijn de opties die binnen TLS worden geboden. Ik zal ze snel even doorlopen. AES is redelijk bekend, die wordt goed gezien. Camellia is ook een goed algoritme. Dat is een Japanse variant op AES. Ik heb het in de praktijk nog nergens gezien, maar hij wordt vooralsnog als een goed algoritme gezien. TripleDES wordt als voldoende nog steeds gezien. En ARIA en SEED, dat zijn twee Koreaanse, Zuid-Koreaanse algoritmes. En die worden ook als voldoende gezien. Die heb ik ook nog eigenlijk nergens gezien. Ontbreken nog wel de Russische varianten. Daar is een aanvraag voor, maar die zijn nog niet in de standaard opgenomen. Dat is het GHOST. Nou, wat moet er niet gebruikt worden? Dat is eigenlijk veel interessanter, want dan weet je in ieder geval welke keuze je niet moet maken. DES kost ongeveer een dagje met een speciaal geprepareerde computer om daar de sleutel van te achterhouden. DES 40, ontwikkeld door de Amerikaanse overheid, die heeft gezegd, cryptografie is watertuig. Dus wij willen het kunnen kraken, maximaal 40 bits sleutels. ID en RC4, ID wordt altijd niet meer gebruikt, RC4 is echt aangetoond dat het gebroken is, wordt nog wel heel veel gebruikt. Als u dat op een webserver heeft, of een webserver heeft, of een andere SSL-verbinding, zet dat ook uit. En RC2 is ook goed verouderd. En u kunt nog altijd niet kiezen voor versleutel niks. Maar het is wel een optie met een systeem. Maar wat u hier ziet, alvast ziet u het type blok. Dat betekent dat er elke keer een blokje van een bepaalde hoeveelheid, een bepaalde lengte wordt versleuteld. En hebben we een langer bericht dan dat blokje, dan zullen we dus vaker die versleuteling moeten uitvoeren. Nou, dat kunnen we op een hele naïeve wijze doen door elke keer een klein blokje te pakken die erin te stoppen en het resultaat van te nemen. Maar dat betekent ook elke keer als we dezelfde input hebben, dat we dezelfde output krijgen. En dat heeft bijvoorbeeld effect op plaatjes dat als er heel veel witvlakken in zitten en heel veel bestanden hebben, heel veel herhaling, dat elke herhaling ook weer hetzelfde gepresenteerd wordt in de encryptie. Nou, het onderste, dat is dus keurig met bijvoorbeeld TripleDES of AES sleutel. En toch heeft u het idee van hier is nog net iets te veel te zien. Nou, een oplossing daarvoor is om in plaats van elk blokje afzonderlijk een relatie tussen die blokjes te leggen door het zogenaamde cipherblockchaining. Daarbij wordt elke keer het resultaat van een encryptie van één blokje meegestuurd naar de invoer van het volgende blokje. U ziet die boven zo lopen. Een andere optie is om met een teller te gaan werken. Elke keer wordt een teller gecodeerd. Die wordt bij de kale tekst gezorgd, als u dat wat zegt. En daarmee komt er weer een ciphertekst uit. En doordat die teller elke keer verandert, zal ook elke keer een ander resultaat komen. Binnen TLS zijn daar 3 opties voor. 2 goede, die zijn op een counter gebaseerd. En 1 voldoende optie, die is op cipherblockchaining gebaseerd. Daar zijn trouwens, dat heeft u gelukt, er zijn geen slechte opties beschikbaar binnen TLS. Nou hebben we de vertrouwelijkheid gewaarborgd, maar nou willen we ook weten dat het bericht integer en authentiek overkomt. Integer in de zin van dat er niks per ongeluk veranderd kan worden. Authentiek in de zin van
dat ook niet expres wat veranderd kan zijn door een derde partij die op de lijn is gekomen. TLS gebruikt daar een hash-functie voor. Een hash-functie is een functie die een groot bericht samenperst tot een bericht van een vaste lengte. En wel op zo'n manier dat vanuit dat bericht met vaste lengte niet meer het oorspronkelijke grote bericht terug te leiden is. Maar wel als er één bit verandert in het grote bericht, dat de uitkomst van dat kleine bericht compleet veranderd is. Nou, passen we nou die hele hash-functie toe op een stuk communicatie, dan komt dan getal bij wat een goed controlegetal is. Want als er iets in de communicatie is veranderd, dan zal ook dat controlegetal, die hash, zijn veranderd. Alleen, ja, iemand die echt bewust en met opzet hierin dingen wil manipuleren, die zal natuurlijk die datastroom nog eens een keer een hash overbreken, die wordt geen sleutel gebruikt, en daar een correcte hash achter kunnen plaatsen, dat er wel iets veranderd is. Nou, de truc daarbij is, wat er in TLS gebeurt, dat er behalve het bericht ook nog een sleutel wordt meegehashed. En zolang je die sleutel niet weet, dat is een eigenschap van zo'n hashfunctie, kun je niet een bericht genereren die weer dezelfde controlegetal aan het eind creëert. En op die manier wordt de authenticiteit en de integriteit van de berichtenstroom gegarandeerd. En opties voor de hashfuncties binnen TLS. Ja, 0. Gewoon niet gebruiken, dan heb je geen integriteit en authenticiteitscontrole. En MD5, dit is hetzelfde verhaal, is gebroken. Daar kunnen berichten bij verzonden worden bij zo'n controlegetal die niet overeenkomen met het oorspronkelijke invoer. Dat heeft de Universiteit Eindhoven een aantal jaar geleden aangetoond door het namaken van certificaten. Een voldoende optie is nog SHA, maar enkel voldoende voor authenticiteit van de communicatie en niet voor certificaten. En SHA 2 wordt nog als goed gezien. Eén opmerking, er is nog een CCM-methode, die zagen we zo straks. Hier de tweede optie, die heeft niet zo'n hash nodig, omdat die al in zichzelf een authenticiteitscontrole heeft. Dus tot nu toe hebben wij authenticiteit en vertrouwelijkheid over communicatie gewaarborgd. Maar al deze middelen hebben een sleutel nodig. Een sleutel die gedeeld is door beide partijen. Maar als je met een website verbinding maakt, hoe kom je aan zo'n gedeelde sleutel? Je kunt naar het hoofdkantoor van de eigenaar gaan. En bijvoorbeeld als je met de NCSC over een beveiligde verbinding contact wil maken, dat hij er op de fiets stapt en dan bij het hoofdkantoor bij de balie een briefje had met de sleutel, is niet echt doenlijk op internet. Dus daar is een sleuteluitwisseling nodig. En daarvoor moet ik iets introduceren. Dat is symmetrische cryptografie. Waarschijnlijk bij de meesten wel bekend. Voor hen zal het een herhaling zijn. We hebben twee sleutels. Privé sleutel, die je voor jezelf houdt, publieke sleutel die je vrij mag verspreiden. Als je iets doet met je privé sleutel, dan kan dat gecontroleerd worden met je publieke sleutel. Handig voor handtekening. Als je iets doet met je publieke sleutel, of als iemand iets doet met de publieke sleutel, zo moet ik het zeggen, ben jij de enige die die actie ongedaan kan maken. Bijvoorbeeld handig voor encryptie. En dat is gebaseerd op wiskundige trapdoor functies. Functies die makkelijk zijn om de ene kant op te rekenen. En daar is het makkelijk mee om vanuit je privé sleutel een publieke sleutel te berekenen. Maar heel moeilijk zijn om de andere kant op te werken. Dus vanuit een publieke sleutel is het moeilijk om een privé sleutel te berekenen. Ik noemde het al encryptie. Asymmetrische encryptie. En dat is handig bijvoorbeeld bij sleuteluitwisseling. De client kan in dit geval een sleutel bedenken. Pakt die in. Versleutelt die nogmaals met de publieke sleutel van de server. En op dat moment is de server de enige die hem kan uitpakken. Dus hij kan gewoon over internet naar de server sturen en zeggen van ik wil met deze sleutel werken. En hij weet zeker dat alleen de server met die sleutel kan uitpakken en daarmee de rest van de communicatie kan opzetten. Een andere methode, en daar ga ik niet verder toelichten hier, maar dat komt zo wel in het lijstje terug, is de DVL-methode. Daarbij gaan beide partijen nemen een publiek en het privé deel voor zichzelf, geven elkaar dat publieke deel, passen daar nogmaals hun eigen privégegevens, privéinformatie, privé sleutel over toe en hebben aan het eind van het verhaal allebei een sleutel. Omdat zij over internet alleen
een publieke sleutel hebben gepubliceerd en niet de privéinformatie die nodig is, kan daaruit geen sleutel worden afgeleid die wel samen tussen die twee partijen is afgesproken. Dus in heel kort, heel bestal, dit hier helemaal. En dan komen we op de volgende opties. De Diffie-Hellman opties, zoals ik net uitlegde, en RSA-opties zijn voldoende om te kiezen. En als je met de elliptic curve, waar Martin het net over gaat werken, en daar Diffie-Hellman op elliptic curve gebruikt, dan is dat zelfs een goede methode. Een aantal dingen die onmogelijk zijn voor sleuteluitwisseling, ja, je ziet hier al, de GCF key. Dus de sleutel die vooraf is vastgesteld, ja, is afgesproken, maar ja, we wilden niet meer van voor fietsen. Secure Remote Password, om door middel van een wachtwoord een sleutel af te spreken. En op een kerberos systeem waar door middel van een extra server, een extra derde partij, sleutelinformatie wordt gedeeld tussen beide partijen. En natuurlijk weer de optie, doe het gewoon niet. Die optie is trouwens alleen bruikbaar op het moment dat je ook niks meer verder gaat coderen en vertrouwelijkheid en integriteit van de communicatie. Ja, en dan gaan we het certificaat controleren, want we hebben nu een veilige verbinding gedefinieerd. We hebben bekeken hoe we die sleutels kunnen communiceren, maar we willen nog steeds weten dat we echt met de juiste website praten. Zoals net in het voorbeeld, dat we echt met pvb.nl praten. Nou, wat doet pvb.nl dan? Die geeft een certificaat van de server aan de client. En daar staat in, ik ben pvb.nl, staat een digitale handtekening onder van de partij die we vertrouwen. En pvb.nl, de server, die gaat ook aantonen dat hij ook echt eigenaar is van het certificaat. Want ik kan mij voordoen als, laat ze een bank zijn, een Rabobank. Ik pak een certificaat van de Rabobank en die geef ik via mijn webserver uit. En als ze niet controleren dat die van mij is, dan denk je zomaar dat hij met de Rabobank gaat. Hoe kunnen we dat controleren? Nou, in het certificaat staat de publieke sleutel van de server. En de server die bewijst dat hij eigenaar is van het certificaat door een stukje informatie die hij geeft vanuit de server aan de client ook een keer een handtekening over te zetten. Een handtekening, dat kan niet in één keer, want dan zijn berichten vaak te groot. Dus eerst maak het bericht voldoende klein door middel van een hashfunctie. En daarna zetten we met een handtekening met ons privé sleutel, in dit geval de sleutel van de server, zetten we de handtekening over die hash en hebben we een bewijs dat alleen de server die handtekening gezet kan hebben. Maar verificatie gaat eigenlijk andersom. We hebben die handtekening ontvangen van de server. We hebben ook aan de controlekant, dus aan de clientkant, hebben een hash berekend over het bericht. Stoppen die in de handtekening validatiefunctie, waar ik verder niet op inga. Gebruiken daar de publieke sleutel van de server bij en op het moment die functie zegt het is oké, dan weten we dus, hey, die andere partij die heeft de privé sleutel bij de publieke sleutel, dus die zal ook wel de eigenaar zijn van het certificaat. Voor authenticatie, op die manier zijn er verschillende opties weer. De Digital Signature Standard, Amerikaanse standaard voor handtekeningen, die wordt voldoende gezien. RSA, het voorbeeld wat ik zo straks ook min of meer gaf, hè, met een encryptie over een hash, die is nog goed. En Elliptic Curve, Digital Signature Algorithm, die is ook nog een goed algoritme. Nou, hier zien we weer een kopje export. De Verenigde Staten heeft hier ook een aantal methodes bedacht. Eigenlijk varianten op RSA of DSS die voor de export geschikt zijn. Ofwel makkelijk te kraken, niet gebruiken. En ja, authenticatie kan ook met die andere systemen. Met het wachtwoord of met een voorafgedeelde sleutel. Maar omdat we over een website en een bezoeker van een website en client praten, zijn die niet bruikbaar in onze context. Goed, nou hebben we dus alle componenten doorgelopen en kunnen we juist keuzes maken uit die 317 sites. Nou, ik heb hier doorgeschreven wat dus volgens deze lijsten geen goede keuzes zijn. Bijvoorbeeld hier de with null SHA, dat betekent er wordt wel een SHA voor integriteit over de communicatie geplaatst. Maar die null zegt, er gaat niks gesleutelen, dus alles gaat plain text over de lijn. Die onderste, ja, daar is ongeveer alles fout mee. We hebben daar een exportfunctie, een RSA export variant, die zwak wordt gezien. RC2 mag niet gebruikt worden, is ook maar 40 bit.
En MD5 ook nog eens een keer een hashfunctie die onbetrouwbaar is. Nou, en hier de vierde functie. Dus onderste dikke. Dat is echt de beste variant die je kunt krijgen. Dus zorg dat die altijd bovenaan in je lijstje staat. Dat is alles met NFT Curve aan de authenticatie en sleuteluitwisselingskant. En AES 256 met een Galant counter mode. En een SHA-384, nou, dat zijn echt de topopties die je kunt kiezen. En je zult dus ook zien dat in het voorstel van het NCSC, of in het advies van het NCSC, die ook echt bovenaan prijken van, zodat je die altijd als eerste aanbiedt. Ja, en dan kijk ik nog naar het certificaat, er zitten ook een paar crypto-keuzes in. Ik denk dat die bovenste, dat het voor dit moment een hele belangrijke is. En ik heb voor een aantal websites, gewoon publieke websites, gecontroleerd hoe de status nu is. En die gaan binnenkort zulke meldingen in browsers krijgen. En ik ga daar geen namen van noemen, maar er zijn allemaal certificaten aan als SHA 1 wordt gebruikt. En wat hebben de grote browserfabrikanten, Microsoft, Mozilla en Google, hebben bedacht van ja, mensen blijven veel te lang met hun webservice op onveilige crypto zitten. Nou, we kunnen wachten tot er weer een groot bericht in de media staat en alle IT-afdelingen weer uit bed getrokken moeten worden om de boel meteen te repareren. Nee. Wij gaan vanuit de browsermarkt gaan we mensen al bewegen richting veilige keuzes. Dus wat gaan ze doen? En doen ze nu al in sommige gevallen? Gewoon de gebruiker vertellen. U benadert nu een website met een SHA 1 certificaat. Dat is onveilig. U heeft een onbetrouwbare, onveilige verbinding. U kunt niet ervan uitgaan dat u met de juiste partij praat. Nou, als uw gebruiker dat heel groot in het scherm ziet van uw bedrijf, die uw website probeert te benaderen, ja. Hoe is dat voor een business? Nou, andere dingen waar in certificaat opgelegd moet worden, is gebruikt u een goed ondertekeningsalgoritme. Digital Signature Standard, RSA of ECDSA. En heeft ook de juiste sleutellengte gekozen. Want veel certificaten hebben RSA 1024 sleutel erin staan. Die is ook niet meer veilig. En let op dat als u een nieuw certificaat bestelt, dat zowel als het ergens aangebruikt, minstens 2048 aangeboden wordt, liever nog 3072. En dat voor de hersenfunctie over een SHA 256 in staat. Die browserwaarschuwing geldt ook voor de exportvariant? Ik heb niet gekeken hoe die daarop reageert, maar voor de SHA-functies, daar weet ik van dat ze heel actief jullie melding geven. En daar zijn geen exportvarianten van. Dat is alleen MD5 en SHA 1 die duidelijk een melding krijgt en is onveilig. En SHA 256 die wordt geaccepteerd. Ik heb geen, ik vind dat wel een interessante vraag. Ik moet maar eens onderzoeken van wat een browser doet bij verkeerde keuzes op andere gebieden. Ja, een beetje niet in de vangst. Dit is puur SHA-functie waar deze melding over gaat. Okay, ja. Ja, als u wilt controleren van wat, hoe staat mijn server ervoor, raad ik altijd aan om naar de college website te gaan, waar we net de naam van zagen, de SSL-test, SSL-server-test. Die geven echt een prachtig rapport met op elk punt van oké, hier zit je top op de beeld en hier kan nog wat beter. En ik zal zo meteen nog even verwijzen naar een artikel waar ik ook die stappen op internet wat duidelijk heb uitgelegd. Iets te snel. Nou, afsluitend advies. Als u een server instelt en een TLS daarop instelt, volg die richtlijnen van de NCSC. Dat scheelt nadenken, dat scheelt heel erg de verkeerde keuzes maken. Soms is er nodig om af te moeten wijken. Bijvoorbeeld een hele speciale omgeving heeft of performance issues of wat voor overweging ook. Maar doe dan met een degelijke onderbouwing. En in dat geval komt de laatste opmerking nog een keer extra om de hoek. Het tweede is, ga niet TLS helemaal zelf implementeren. We hebben al gezien dat bij een product wat ja, echt veel gebruikt wordt, wat, waar we veel ogen naar kijken, ook bij SSL, dat daar allemaal een heel groot lek in zat. U gaat het zelf meer maken. Dus kies daarvoor de standaard libraries en oplossingen die in uw operating system of in uw platform omgeving worden gebruikt. En als laatste van, ja,
als hij keuzes heeft gemaakt, laat het dan nog een keertje op zijn minst reviewen door een expertisepartij om te kijken of hij daar de juiste keuze heeft gemaakt. Verder lezen kunt u op mijn website, ik heb een aantal artikelen gepubliceerd. Vorige week heb ik nog een artikel gepubliceerd over juist is uw SSL-configuratie certificaten zijn up-to-date. Daar wordt ook verwezen naar de servertest. En ja, nog een leuke afsluiting. Dit krijgt u als u naar pvp.nl gaat. Dat was het. Zijn er nog vragen? Ik heb wat je vertelt klinkt fantastisch, maar ik heb ook gehoord dat er zijn heel veel mensen met oude browsers. Die hebben al die nieuwe mooie rode ribbons niet. Als je de nieuwste rode ribbons kiest, dan kies je er vaak ook voor om 10-20% van je publiek meteen kwijt te raken. Wat een marketingafdeling wordt daar niet blij van. Wat is daarop je antwoord? Of advies? Ja, in eigenlijk het meest sterke advies is, kijk, we hebben hier een aantal cybertools die wel en niet goed zijn. Maar het is niet alleen zo dat u een lijstje opneemt in de server van welke mogen er gekozen worden. Maar ook nog zo is, welke bovenaan staat, heeft de voorkeur. Dus zorg ervoor dat, nou ja, in dit geval deze er bovenaan staat. En daarmee kan nog, kunt u kiezen, van ja, ik wil die klanten niet kwijt. En onderaan zet ik een aantal, ja, waar het echt niet mijn voorkeur heeft en iedereen die een nieuwe browser heeft, die wil ik daar ook niet aan blootstellen. Maar voor die oude browser staat die onderaan nog wel een keer. Dus dat is mijn advies. En trouwens voor die SHA 1, ik weet niet of, hoe dat zit met Windows XP, maar volgens mij is daar dan ook een probleem mee. Dat er geen SHA 256 ondersteuning in XP zit. En dan moet u klanten van, ja, wat u moet heel graag willen, een XP-klant stand hebben of zeggen van, ja, ze omleiden naar een andere locatie. Nou, service-pack vries, kun je erin? Kan niet. Kan nog een, hier ben ik. Kan ik een vraagje? Je zag in het begin ook net, TLS is een vrij zwaar protocol. Hè. Er gaan allerlei berichten heen en weer, bijvoorbeeld om een heel klein beetje data van de ene naar de andere kant te brengen, dan ben je wel 20 slagen heen en weer. Er is een variant erop, DTLS. Weet je toevallig in hoeverre dat wordt gebruikt, en waar het wordt gebruikt? Ik ken het niet. Ken het niet? Nee. Ik hoor hier streamen. Dus, ja, TLS over UDP inderdaad. Oh. Nee, ik ken die, ik kan hem niet antwoorden, ik ken die variant niet. Ja, dan houdt het op, hè. Ja. Zijn er verder nog vragen voor u? De hoofdvraag is natuurlijk, wanneer is het nou echt onveilig? Wanneer komen ze in die rode categorie terecht die we iedere keer langs zien komen? Wat is het criterium daarvoor? Het criterium wat ik daar, nou, dat spreekt een beetje uit mijn gevoel en wat ik overal heb gezien. En dan komen we ook heel erg op dat ENISA-rapport terug. Dat is het moment dat de veiligheid van een algoritme wordt altijd in een bepaalde bitsterkte uitgedrukt. En er wordt een claim, een security claim, dat wordt dan gedaan van hij is zo sterk. En AES-256 heeft als claim van de best mogelijke aanval is 2 to the power 256 brute force pogingen doen en je komt hem een keer tegen. Dan moet je de helft van nemen door je goede aantal meesterijders de helft tegenkomt, maar dat is je security claim. Een algoritme wordt eigenlijk als gebroken gezien op het moment dat die claim niet meer waar is. Bijvoorbeeld hij is nog maar 250 bits sterkte, bijvoorbeeld. Maar dat kan nog, er zijn ook bij AES bijvoorbeeld, die is ook een beetje of twee volgens mij zwakker dan de werkelijke claim. Maar pas op, echt als op het moment dat er serieuze klap ingemaakt wordt en een algoritme dat 256 bits veilig zou zijn en blijkt alleen nog maar 80 bits veilig te zijn, ja, dan verdwijnt je wel naar je rode categorie.
Als de, soms zijn er concrete voorbeelden trouwens echt van hoe het gebroken is. Hè? En dit feit is echt gebroken omdat daar echt voorbeelden gecreëerd zijn van kijk, dit certificaat heeft een handtekening, maar dit hele certificaat is nooit bij die certificaatautoriteit geweest. En de handtekening is gezet doordat we zelf in de inhoud hebben kunnen komen, zodat we dezelfde hersen konden krijgen. En daar is het echt aantoonbaar gebroken. Andere protocollen die ook wel rood zijn, ja, daar is, heeft iedereen gevoel bij van ja, dit blijft niet lang staan, dit vertrouwen dit niet meer, beweging vanaf. Ja, het blijft een soort van gefundeerde gevoelskwestie. Als er verder geen vragen meer zijn, wil ik graag een applaus voor Luc. Dank je.